U14 is dit. Ja. Van de Vries en Robé. Mm-hmm. Maar er waren Escher en de Vries en Robé, ja. Dat was 6 toren zijn. Ja. Nou, dit is dan, ja. Eigenlijk, vanuit het hoofd is dat nou, oké, okay, dus ik heb geen tekening om niks te vinden. Nee, nee, die heb ook geen tekening gemaakt, dus hoor dan. Nee, 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 vanuit de praktijk, wat ik toen zien heb, ja. Ik dat ongeveer, denk ja, zo moet dat ongeveer die verhouding kloppen. Ja. Nou, en verder is meer, ja. Maar alles is dan, zoals die, die blokhaak, ja. En de zwivel, en... Dat is dan nabouwd, de elevator die wat eronder hangt. Ja. Dat is dan deels, grotendeels van hout. Mm-hmm. Maar dat is dan de situatie, zeg maar. Ja. Maar hier heb ik wel werk met uit, met die drukkollers. Ja. Gespiraald. Oké. Okay. En anders kleven ze aan de band. Ja. En ook blijft er lucht tussen. Ja. Dat ze niet, zoals met die spoeling resten. Oh ja, tuurlijk. Die ja. Gaan. Ja. Weet je wel, maar die heb ik helemaal afvries. Ja. Om die spiraal erin te krijgen. Ja, 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 ja. Kijk, je kunt wel voelen ook. Ja. Nou, en dan heavyweight zijn de bomen en dan de boom de droppie. En de heavyweight dat is weer een keer zo dik als de droppie, hè? Ja. Mm-hmm. Nou, hier rijden. Kijk, als het dan op zijn diepte is, en hier een nieuwe sensor, ja. Wordt dan weer opnieuw aangekoppeld. Ja. 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 Maar daar heb je toch wel heel veel werk aan uit. Ja, ik heb er behoorlijk veel werk aan uit, ja. Maar ik heb hem ook zo'n beetje, ja, net zoals het in het verleden was, nabouwd. Ja. Ja. Oh ja, de kroon. Ja, alles toen hebben we erin... Ja, dit moet een trap voorstellen, zeg maar. Oh, oké, okay, zo, ja. Zo moet je dat nog zien. Ja. En dit type toren, wanneer is dat gebruikt? Tot 70 ja, jaar? Begin jaren 60 ben die bouwd. Oh, dan ben die bouwd. En hoe lang ja. Ben ze gebruikt geweest? Ja, tot dan, nou, zolang als de Groningen gasveld. Oh, oké, okay. Ja. Ja, ja, ja. Maar dit waren echte torens en die werden ook verrold, hè? Oké. Okay. Niet afbroken en dan weer opnieuw punt. Nee, twee Max ongeveer. Ja, die grote Max van de NAM, die, die ja. Stond er veel aan. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Oh, er waren ook wielen, zaten eronder. Ja. Zetten ze eronder. Oh, die waren wel een meter breed. Ja, hè? Ja, 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 ja. 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 Maar wat zal het gewicht van zo'n toren wezen? Heb je enig idee? Oeh. Familie. Ja? Ik weet niet, jij door de plaatje ziet. Ja. Dit noemen ze Rik A op laatst, daar hadden ze nog twee van. Ja. En Rik B was een Bailey-toren. Ja. Dat was een heel ander model en die is gebouwd ja, door Bailey, maar vanuit Duitsland. Oké. Okay. Hier omhoog. Ja. Kijk, daar is zo'n dakhuis is ernaast. Ja. Dat is zo'n boormeestersdakhuis. Hier en die kant. Maar het is allemaal geïmproviseerd, zeg maar. Ja, ja. Ja, maar dit zijn de twee standpunten. Mm-hmm. Voor de spoeling, weet je wel. Ja. Kijk, hier, dit is gewoon aan de, hier aan de spiegel. Oh ja, hier, dit is een spiegel. Ja. 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 Ja, ik kom voor binnen zo zijn recht hier. Ja, maar jij had hem al die buiten staan, al die jaren. Ja, ja. Ja. Ah, wat smeren. Ja. Ja. Wanneer heb je een boot dan? Wanneer was dat? Oh god. Wanneer heb ik toen, ben ik toen met die cadet begon? Dat was in 2010, door net verder. Oh, daar net verder aan, dus ja, toen heb ik toen ja. Die cadet. Ja, 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 ja. Luchthonden noemen ze dat, daar op de hoek. Ja. We hebben gewoon luchthonden, waar aan een kabel, boven aan een katrol, ja. Waar je dan de piep met op oh, weer omhoog trekken. Ja. Ja. Ja.
Ja, dan kun je ze klaar zijn, zeg maar. Ja. Ja, want die, dat is van de single, hoor. Ja. Want die single is er nu, dat is gewoon een stand hier. Maar de pieten die worden hier, dit is vingerbordes, hè? Ja. Die worden hier gewoon tussen zet. Oké. Ja. Ja, door weer een klemst. Ja. Ja, precies. Maar dit is allemaal, ja. Dat heeft zoveel jaar. Nou, we moeten nog een hoog zelf 2024. Ja, klopt, ja. En ja. Zo lang. En we hebben al bijna 18 jaar moeten zijn. Ja. Maar, ja. Ja. Laten we even U49. Hout is Jeng. Dat is van de harde boorvloerhout. Oké. En dat is allemaal van die balken wat hier dan op de vloer ligt. Ja. Dat is allemaal gezaagd. Ja. Dat hebben ze toen zaagd allemaal in dit formaat. Ja, 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 ja. En waar komt dat vandaan, het hout? Wat voor van een oude toren. Van een oude toren nog? Oké, okay. Oh, dat is leuk. Ja. Ja, dat was ook van boer Slochten. Ja. Boer Berkel, dat was eigenlijk en zijn filiaal bouwen in Slochten. Oké. Okay. Ja. En ook veel reparatie aan torens en zo. Ja. Ja. En daar heb ik toen de vloer aan te... Ja. Oké. Okay. En dat was ja. Van een Goviomaas. Aha. Ja.